Daily Minutes nummer 1440 met een uitzending voor vandaag 15 oktober 2018. Dit is de bulletin van maandag. Vandaag een korte uitzending met hoogstwaarschijnlijk alleen een deel uit de serie over zelfbouw. Mocht er nog wat nieuws opkomen, dan kan ik dat eventueel vanavond nog tussenplaatsen. Als het goed gaat, dan heb ik vanaf vanmiddag een jong katje erbij. Dus het wordt een beetje een drukke dag. Dit is deel 15 van de serie over zelfbouw. Van alle benodigdheden bij het zelfbouwen heb ik nog niet over desolderen gehad. Het verwijderen van soldeertin om bijvoorbeeld een defect onderdeel te vervangen. Er bestaan een aantal zaken voor, ook dure industriële zaken, maar die heb ik bij het solderen ook onbelicht gelaten. Professioneel worden printplaten trouwens wel vaak gesoldeerd met een golfbad waar het tin zich in bevindt. Dat werkt zowel voor traditionele printplaten als voor service mount device, SMD is dat. Voor dit procedé worden eerst alle componenten op de printplaat geplaatst. Die printplaat is al voorzien van flux, het vloeimiddel en een masker dat ervoor zorgt dat het soldeer alleen hecht op de plekken waar gesoldeerd moet worden. De printplaat wordt vervolgens boven een bad gehangen met daarin vloeibare tin en een pomp veroorzaakt dan een golf die langs de hele print in één klap alle onderdelen soldeert, een golf in de tin dus. Dit proces zorgt ervoor dat het soldeerproces de onderdelen slechts heel kort hoeft op te warmen. Het desolderen moet uiteraard ook zo weinig mogelijk de boel opwarmen en daarom moet het kort gebeuren. Je moet in elk geval hiervoor een soldeerbout hebben die in korte tijd veel warmte af kan geven. Eén methode is om een soldeerzuiger te gebruiken. Ik denk dat de meesten die wel kennen. Dit is een zuiger met een dun mondstuk waarbij de zuiger onder veerdruk staat. Druk je op een knop, dan wordt de zuiger door de veer naar buiten getrokken, waardoor er binnenin een vacuüm ontstaat. En dat zorgt er dan weer voor dat de gesmolten tin door het dunne mondstuk heen gezogen wordt. Dingen zijn niet duur en inderdaad ze werken. Een andere methode is om desoldeerlietsen te gebruiken. Dat is een gevlochten strip bestaande uit dunne koperdraadjes met veel flux, CQ vloeimiddel. Door de lietsen met een soldeerbout losjes tegen de soldeerverbinding te drukken, zuigt de flux door capillaire werking het gesmolten tin op. Hoewel deze methode waarschijnlijk de print warmer maakt dan met een tinzuiger, wordt bij deze methode dus ook de tin uit de omgeving van het component vaak tinvrij gemaakt. Hoe zeg ik dat? Nou ja, de printplaat die wordt in ieder geval ook deels tinvrij met deze methode. En ja, ik gebruik zelf meestal het soldeerlietsen inderdaad. Een probleem is het als het om grote IC's gaat, zeker als dat IC ook nog heel moet blijven. Dat lukt met een soldeerbout dus niet. Ik weet niet of dat nog zo is, maar voor wat duurdere soldeerbouten had je wel opzetstukken die op de meest gebruikte grote behuizingen van IC's geplaatst konden worden, waarbij je dus alle aansluitingen zo in één klap warm maakt. Als het IC defect is of als het niet heel hoeft te blijven, dan kun je bij traditionele IC's ook de pootjes van het IC losknippen en ze dan met de soldeerbout één voor één met een punttangetje eruit halen. En vervolgens met de tinzuiger liet ze ook de gaatjes openmaken door de tin eruit te zuigen, zodat een nieuw IC opnieuw geplaatst kan worden. Ik heb hier zelf al een ruwere methode gebruikt die niet heel goed voor de printplaat is ongetwijfeld, maar die voor mij in elk geval wel werkte. Hiermee kom ik op nog wel een handig stuk gereedschap voor het zelfbouwen, een elektrische verfstripper. Ik bedoel zo'n föhn die je beslist niet voor je haar moet gebruiken omdat er wel 500 graden warme lucht uit kan komen. Zo'n föhn kun je in de bouwmarkt te kopen voor tussen de 60 en 100 euro zoiets. En je moet er beslist eentje hebben met een temperatuurregeling, maar volgens mij hebben ze dat allemaal. Zeker als er een opzetstuk bij zit, kun je hiermee een print aan de niet-componentenzijde over een iets grotere oppervlakte warm krijgen. En als je snel werkt, kun je zo een groot IC in één klap eruit solderen zonder IC of printplaten te beschadigen. Ik zal eerst wel flink oefenen op wat oude printen waar je niets van waarde kunt stuk maken. Ik gebruik deze föhn trouwens ook om antennes te solderen of andere grote spullen. Anderhalf jaar geleden heb ik hiermee nog het koper van mijn magnetische loop kunnen solderen. Pas wel op waar de luchtstroom terechtkomt. Door de warme lucht kun je gemakkelijk brand veroorzaken, maar ook brandblaren oplopen als je niet oppast. Ik gebruikte voor mijn loopantenne een koper buis met een PVC-coating, waar ik niet aan gedacht had hoe warm het PVC was in de buurt van mijn soldeerverbinding. Niet alleen dat, gesmolten PVC hecht zich direct vrij stevig op de huid. En alleen doordat ik heel snel handelde heb ik toen veel ergere brandblaren kunnen voorkomen. Het duurde zeker 3 weken voordat de verbrandingen die ik zo opliep weer helemaal genezen waren. Dus dat was toch wel flink. In de tussentijd kon ik met mijn handen dus niet in de buurt van warmtebronnen komen. En zo liep het maken van de loop dus ook 1 week of 4 vertraging op. Overigens is het ook oppassen met een reguliere soldeerbout. Een bekend spreekwoord luidt dat je daar alleen de kant moet vastpakken waar het draadje uitkomt.
Ik heb, toen ik nog niet zo lang met de hobby bezig was, op een onnadenkend moment een keer de hele bout in mijn hand gehad. Daar heb ik toen een stuk langer dan 3 weken last van gehad. Je bent gewaarschuwd. In deel 16 gaat het trouwens over statische ontladingen. He has spoken with astronauts and cosmonauts. W5 Lima Foxtrot Lima in the spacecraft Columbia. Bounce signals off meteors and the moon. Joked with rock stars. Country stars. Heard the cosmic songs of the real stars. And tickled the ionosphere. And he never left the ground. He's a radio ham. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je de gaatjes goed laat doorvloeien. En microfoon naar retour.